Welkom bij Studio Kijk op Kanker. Vandaag in de studio met Ronald Sluiter. En Ronald heeft een boek geschreven en dat heet Van Carrière naar Kanker. Nou, het zegt het eigenlijk helemaal. Ronald was een enorme carrière-tijger, zo kan ik bijna wel zeggen. Ja. En in één keer overvallen door kanker. Nou, daar gaan we het over hebben. Welkom in de studio. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Een indrukwekkend en ook een heel openhartig boek. Ik heb het snel kunnen lezen omdat het zo makkelijk las. Het is een beetje een dagboek, maar er zitten ook allerlei verhalen doorheen. Voor de mensen die het hele medische proces willen lezen, zou ik zeggen, lees dat boek. Ja. Ja. Maar dit gesprek gaan we het juist niet hebben over dat hele medisch proces. Heel goed. Ik denk wel heel kort even over wat het medisch proces inhoudt, dat we dat gewoon even weten. Maar dan mag je heel kort houden. Maar daarna wil ik vooral kijken naar jij als man, zo vol in je carrière, vol over de wereld reizend, eigenlijk heel succesvol en in één keer is daar kanker. En wat doet dat? Wat voor vragen roept het op? Daar wil ik het graag over hebben. Ja. Dan toch maar even heel kort, wat is je overkomen als het gaat om kanker? Ja, het heet PNP. Heel kort, het is een tumor die bij mij in de blinde darm is ontstaan. Dat vormt kankerslijm, dat gaat op je organen zitten, het drukt je organen eigenlijk dood. Het groeit heel langzaam, zit al heel lang in je lichaam. Enige methode is opereren en de slijm eruit halen. Dat gaat gepaard met heel veel verlies van de organen. Eigenlijk alle organen in mijn buik zijn of eruit of hele grote stukken eraf. En met de chemo's, HIPEC heet dat, dat gaat tijdens de operatie gaat dat doorheen. Daar heb ik 2 operaties van gehad van 12 uur. Stoma gehad en die is na 1,5 jaar ongeveer ook eruit gehaald. Was een operatie van 8 uur, er zat nog wat kanker. Dus het proces totaal heeft iets van 2,5 jaar geduurd met operaties, herstel en zoeken weer naar mijn nieuwe leven eigenlijk. Jongen, ja. Dat overkomt dan in één keer. Ja. Dat is een donderslag bij heldere hemel, hè, denk ik. Zeker, want ik was eigenlijk nooit ziek. Altijd sportief, gezond eten, niet roken, af en toe een lekker borreltje. Dus ik was wel met een gezonde levensstijl bezig. Ongeacht wel de carrière, wat ik ook wel inhakt. Maar ja, ook nooit naar de huisarts en dan in één keer. Vroeg je wel eens af van waarom heb ik nou opeens kanker? Ik heb die vraag me wel afgesteld omdat je op een bepaald moment kom je ook in een fase van een stukje boosheid misschien, een onbegrip. En waarom overkomt mij dat eigenlijk? Ja. Maar ik kom mezelf in de spiegel aankijken van ik heb altijd voor mijn lichaam gezorgd. Dus het is gewoon een stukje pech. Hè? Het is een celdeling wat dan fout gaat, ontstaat iets. Wat ik wel ook in het boek een beetje schrijf is, ik vraag me af of stress ook altijd wel heel erg gezond is. En of dat misschien een impact heeft gehad. Had je veel stress? Nou ja, als je 20 jaar in de sales zit, targets, Amerikaanse beursgenoteerd bedrijf, hard werken, goed verdienen. Man of the world, maar wel met stress. Nou ja, kijk, het is goed verdienen. Maar als je niet succesvol bent, dan lig je er ook uit. En dat moet je continu met je meenemen. En als je stress die er is. Ja, tuurlijk. En als je wel een goed jaar hebt, dan gaan ze naar je kijken. Nou oké, leuk, maar kan je het volgend jaar nog een keer doen? Dus je hebt, als het goed gaat en als het slecht gaat, je hebt altijd stress en altijd maar weer. Dat is er van gekte in ons, hè? Ja, dat we dan weer pushen van nog meer. Als je mensen uitlegt, denk je, wat doe je eigenlijk in... Hoe kijk je terug op die tijd nu? Nu denk ik echt van, waar was ik mee bezig eigenlijk? Ja, maar dat heb je niet door als je erin zit. Het is een rijdende snelvaarttrein die maar gaat. Je staat er stil, je kijkt achterom, maar je kunt niet uitchecken. Je kunt niet even uitstappen. Het is continu sta je aan. Continu ben je met je targets bezig, met je vak bezig. Je denkt 3-6 maanden vooruit. Het is niet van, het is 5 uur of weekend en ik schep even uit en maandag om 9 uur ben ik er weer. Echt een stereotype carrièregerichte man. Het gaat echt achter elkaar door. Succesvol, waarschijnlijk ook goed salaris, mooie auto. Ja, alles erop en eraan. Ja. Ja, ja. Dus ik noem het living the dream. Hè. Als je wat toen nog studeerde, dacht ik van als ik dat ooit kan bereiken. Is dat dat is je wel gelukt dus. Ja, dat is wel waar ik altijd van droomde en dat is wel gelukt. En dan kom ik uit een klein dorpje uit Drenthe en dan zie ik een beetje het boze Westen in Amsterdam en dan reis je de wereld rond en denk ik, ja, ik heb toch even geflikt zo. Was je trots op jezelf? Ja, absoluut. Ja. 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 En nu? Ja. Nu? Ja, nog steeds trots, maar dat is ook een beetje leuk. En toen ik die diagnose kreeg en ik werd dan wakker eind naar de eerste operatie, dacht ik van oké, als het nu voorbij is, hoe kijk ik dan terug op mijn leven eigenlijk? En dan denk ik dat ik zakelijk gezien... Als ik het niet zou halen? Ja, carrière technisch. Ik denk van, dan heb ik wel echt wel, dat heb ik sowieso alles wel eruit gehaald. Oké. Dus wat beroepmatig betreft heb je successen behaald. Ja, en daarom kan ik nu, denk ik, praat over de transformatie naar een nieuwe leven, dat misschien wat makkelijker gaat, omdat ik weet dat ik eigenlijk alles in die jaren gegeven heb. En misschien wel maximum wel bereikt heb. En denk ik, oké, ik heb daar niks meer te bewijzen, laat ik het zo zeggen. Nou, dat lijkt me ook wel een fijn gevoel. Ja. Dat is, heb je nu iets anders te bewijzen?
Vind ik een hele goede vraag. Ik zeg van, ik ga van rand 1.0 naar 2.0. Ja. Ik denk dat ik nu in de fase 4 naar 3.0 zit. Want ik vind het een hele goede vraag. Want je geeft je leven een beetje vorm. Je gaat privé zakelijk anders inrichten. Je gaat wat minder werken. Je hebt wat meer tijd over voor en de zinvolle dingen in het leven. Mm-hmm. Maar ja, dan ga je weer een boek schrijven. En dat kost weer tijd. En dan doe je wat vrijwilligerswerk. En dat kost je ook weer tijd. En dan zit je weer in stress? Sinds nu een beetje, ja. Omdat ik heb bij mijn oude werkgever kon ik blijven werken, doe ik 8 uur per week. Ik heb een eigen bedrijfje waar ik 1-2 uur per week wat voor doe. Dan mijn boek en dat vrijwilligerswerk. Dus ik moet continu met 4 petten op weer gaan schakelen. Je hebt weer een gevulde werkweek bijna. Ja, bijna wel. En die vermoeidheid heb ik ook weer gehad. Dus dan, dat remt mij wel weer af. En daarom zeg ik, dan gaat het weer goed. En dan ga je toch weer misschien wel een beetje oude valkuilen trappen. Alleen heb ik nu een hele goede lieve vriendin die me af en toe een beetje afremt. En mijn eigen vermoeidheid remt mij af. En denk, oh ja, dat is even een wake-up call van rustig aan. Pak je rust, pak je momenten, blijf lief voor jezelf. En dat soort dingen. Je hebt veel lessen geleerd, hè? Ja, heel veel lessen geleerd, ja. Nou, daar wil ik ook wel een beetje naar kijken. Ja. Wat voor lessen jij geleerd hebt. En ja, eigenlijk ook, dat zei ik een beetje voordat we dit gesprek begonnen, dat het niet zo heel veel voorkomt dat mannen openlijk praten over wat hen bezighoudt als ze geraakt worden door kanker. En ook als mannen hun kwetsbaarheden laten zien daarin. En dat vond ik opvallend aan jouw boek, dat het heel openhartig is en ook kwetsbaar. Ja. We krijgen een enorm inkijk in jouw ziel, wat je meemaakt ook op moeilijke momenten. Mooi, goed om dat zo te delen. Dus dat ik, nou, dat is heel fijn als we dit ook wat meer aandacht gaan geven. En de manier die ik had bedacht is, een van de eerste pagina's waar je op terechtkomt, is in het begin, dat je heel openhartig schrijft over vragen en onzekerheden die je hebt. Een hele pagina vol met vragen en onzekerheden. Zullen we dus gewoon een paar uitlichten en dat je er iets over zegt wat voor eentje dat dan is. Nou ja, bijvoorbeeld, hoe blijf ik positief als ik continu met tegenslagen te maken heb, 2,5 jaar lang? Ja. Wat is je antwoord daarop? Ja, echt heel pittig was dat. Omdat je, ik ging elke week wel naar het ziekenhuis. Dan had ik weer een bloeduitslag, dan weer nieuwe medicijnen testen en het ging weer niet goed. En dan weer CT-scan en het ging achter elkaar door. En ik had continu niet positieve berichten. Het werkt niet. We gaan dat proberen. Oh, we zien dat in je bloedbeeld. We gaan dat weer aanpakken. En hoe ga je dat nou volhouden om continu positief te blijven? Want ja, je moet er wel op doorgaan en uiteindelijk moet je het zelf gaan doen. Dus je omgeving is er wel van, ah, je doet het goed en noem maar op. Maar ja, weet je, als je dan 's avonds in slaap valt, je ligt wel alleen met al je gedachten. Dus die mindset, nou, wat mij heel veel kracht heeft gegeven, is mijn zoon natuurlijk. Dus van, ik heb mijn eigen vader ook verloren. En ik van, ja, als ik nu voor iemand ga vechten, dan is het wel voor hem, want ik wil hem zien opgroeien. En dat heeft me wel heel veel kracht gegeven. Even los van natuurlijk mijn zussen en vrienden en alles erop en eraan en je partner. Maar je kind is wel iets wat, wat je reden om te overleven eigenlijk. Ja. Misschien een leuk voorbeeld. Ik kijk heel veel van die programma's nu van Kamp van Koningsbrug en Special Forces, FIPS. En dan zie je die mensen mentaal, fysiek helemaal kapot gaan eigenlijk. En dan denk ik van, maar stel dat je nog 3 kilometer moet gaan lopen en je bent helemaal kapot. Maar je zegt van, als je zoon daar staat, dan blijf je leven of wat dan ook. Dan ga je ergens in je diepste ziel en vezels ga je toch nog kracht vinden om weer door te gaan. En ik ging steeds ik ging op een moment niet meer heel ver vooruit kijken, want ik had die toekomst, daar kon ik helemaal niet meer over zien. Ja. Dus ik ging iets meer in het dag leven van, oké, wat is positief wat vandaag gebeurd is? Dus ik ging naar bed. Oké, Ronald, je hebt geen 50 meter gelopen vandaag, maar je hebt 70 meter gelopen. Je hebt overdag niet meer zo lang geslapen. Je pijn in je darm is vandaag wel wat minder geweest. Dus je probeerde van kleine succesjes eigenlijk. Van 100 dingen die helemaal echt waardeloos waren, probeer ik 2-3 eruit te halen van, maar dat ging dan wel even goed. Continu en daar haalde je kracht uit. Plus iets wat echt waarde voor je had. Ja. En dat is in jouw geval is het je kind. Ja. En zeker in vergelijking tot dat je zelf je vader ook relatief vroeg bent verloren. En ook je moeder, hè? Ook moeder, ja. Ook nog, dus je hebt het in feite als een wees doorgemaakt, het hele proces. Ja, dat was een nieuwe emotie voor mij ook. Want ik had nooit boosheid in me zitten of zo. En ik was wel eens boos op mijn ouders dat zij nu niet in dit proces bij mij waren. Want je wil weer kind zijn. Je wil even onder de vleugels van je moeder zijn. Je wil even thuis gewoon even jezelf zijn of zo. Ik kan niet echt uitleggen. Je wil naar je thuis. En dat was er niet meer. En dat was een heel erg gemist. Maakt het des te moeilijker. Ja, maakt het des te moeilijker. Aan de andere kant, want dan ga je weer relativeren en dan ga je weer positief denken. Ja, je wil zo'n proces en van 2,5 jaar en nu nog, dat wil je ouders ook niet aandoen eigenlijk. En dat je eigen kind dat ziet meemaken, dan denk ik, wauw, dat heb ik ze nou wel bespaard. En dat is wel jouw zoon overkomen om dit te zien.
Ja, klopt. Maar hoe is het voor hem? Ja, ik heb er wel veel met hem over gepraat. En ik heb uiteindelijk heb ik ook een oncologisch psycholoog opgezocht. Want ik had heel veel levensvragen. En ook angst voor de dood en noem maar op. Maar een van de onderwerpen was van, hoe ga ik met mijn kind om? Die was toen 13, 14. Ja, wat gebeurt er met hem eigenlijk? En je wil je kind niet bang maken. Maar zij zei ook van, als je niks gaat vertellen, dan een kind heeft ontzettend veel fantasie. En die gaat zo fantasie dat hij in echt hele grote doemscenario's gaat denken, wat misschien helemaal niet waar is. Dus ik heb continu die balans gezocht van hem wel meenemen, maar niet te bang maken. En als er onderzoeken waren waar niet 100% uitsluitel over was, dan vertelde ik hem dat niet. Maar als het bijvoorbeeld wel oké was, dan denk ik oké, geen zorgen, dan betrok ik hem daar niet in. Ja. En gewoon gepraat met elkaar. En op een bepaald moment schrijf ik ook in het boek, we gingen toen voor het eerst samen op vakantie naar Griekenland. Ja. En toen zei ik van, heb jij nog vragen? En toen zei hij alleen van, ja, kan het zijn dat je straks uit het niets in één keer dood gaat vallen, neervallen, zegt hij. Want dan ben ik alleen met jou op een eiland ergens en dan zit ik daar en dan weet ik wat ik moet gaan doen. Dus dat heeft hem toch wel bezig gehouden, die dood en neervallen. Nou, kreeg jij de vraag. Dat is een hele goede vraag. Goed dat hij ermee kwam. Zeker, alleen de vraag is, zijn er nog meer vragen die hij heeft? Dat weet ik niet. En weet hij het zelf ook. Dus het gaat ongetwijfeld impact op hem hebben. Ja, dat wel. Ja. Maar we hebben er met z'n tweeën zo goed mogelijk doorheen geslagen. Mooi, ja. Mooi. Nou, mooi antwoord en helder wat je daarmee doet. Ik ga nog eens kijken of ik eentje kan vinden. Hoe ga ik om met de dood die om de hoek komt kijken en mijn leven mogelijk verkort? Want je keek de dood in de ogen. Ja. En je had de dood al meegemaakt van je ouders. Ja. Hoe was het voor jou om de dood in de ogen te kijken? Ja, ik word ook al meer met zo. Je bent eigenlijk meer met de dood voor je omgeving bezig. Hè? Van, goh, ik laat een kind achter, ik laat een partner achter, je laat dierbaren achter. Dat je er zelf wat minder mee bezig bent. Alleen je horizon wordt er denk ik verkort. Want ja, bij mij kan 10, 20 jaar duren, 5 jaar duren. Het is onzeker. Die data is er nog niet, want het is een beetje een zeldzame ziekte. En die behandelmethode bestaat niet zo heel lang nog. Dus je weet ook niet of het weg is? Nee, het is chronisch. Nee, het is elk jaar een controle. En dan hopen we dat het wegblijft. En als het weer gaat groeien, ja, hoe en wat. Geen idee. Dus dat weet ik niet. En je kijkt op een bepaalde manier de dood in de ogen. Ja. Waar je dat normaal gesproken eigenlijk niet zou doen. Nee, als je gezond bent, dan kan het je ook overkomen zelfs altijd. Tuurlijk. Maar dit speelt continu in gedachten wel. Ja? Het enige wat ik geleerd heb uiteindelijk is om iets meer in het hier en nu te gaan leven. Want op die toekomst heb ik niet heel veel impact. Dus het enige wat ik kan doen is fysiek en mentaal zo gezond mogelijk zijn. Gewoon minder stress in mijn leven hebben. En dan is het enige wat, ja, dat zal een positief effect gaan hebben. En als je iets meer in het hier en nu leeft, denk je iets meer, minder aan die toekomst. En denk je iets minder aan die dood. Ja. Dus het duurt even voordat je dat loslaat. Net als mijn verpleegkundig specialist zei, er gaat een dag komen dat jij opstaat en niet je eerste gedachte kanker is. En je stapt uit bed en kanker. En dat heeft me echt wel 2 jaar geduurd. Of dik anderhalf jaar. En denk ik, hey, ik heb er even niet aan gedacht. Omdat je dus het moment is gekomen, maar het duurde al 2 jaar. Ja, omdat je... Ja, ik bleef continu in die ziekenhuizen. Ik kon niet afsluiten. Ja. Ik bleef continu terugkomen. Dan weer gesprek hier, gesprek daar. Ik had iets van... Ik had een uroloog, ik had een endocrinoloog. Ik had op een moment ook met mijn hart nog wat dingen. Met hartkloppingen door mijn bloed. En ja, ik had gewoon zoveel gesprekken in het ziekenhuis. Dat ik kwam het is een carrière los. In het ziekenhuis nou, eigenlijk, echt hè? Wel, ja. 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 Ik zat elke... Ja, voor mij ben ik 200 keer in het ziekenhuis geweest in 2 jaar tijd. Ja, dus het is elke week 1-2 keer achter elkaar door. Dat doet zichzelf ook weer heel veel stress. Ja, plus je hebt nog een keer, dan heb je nog je psycholoog. Je hebt je fysiotherapie 2 keer in de week. Je moet een keer in een apotheek medicijnen halen. Je hebt nog wat andere dingen. Dus als je alles bij elkaar uitrekent, het is gewoon bijna een fulltime job met je herstel. Eten. Ik ging 8 keer per dag moest ik eten, omdat ik een halve maag had en ik wilde heel snel weer aankomen. Dus het is gewoon een dagtaak. Ja. 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 Heftig. Ja, allemaal dingen waar je niet over nadenkt. We gaan toch nog even naar een ander kijken. Ja. Dus we hadden in ieder geval 2 gehad, hè, hoe je tegen de dood aankijkt. Even kijken. Impact op je relatie. Ja, die is groot. Ja. Bizar. Ja. Ja, dat schrijf ik in het boek ook over. Dat... Ik heb wel geleerd, of dat had ik gelezen, van je moet open zijn, je moet je kwetsbaar opstellen. Want je kan het opkroppen, maar dat heeft geen zin. Want dat had je gelezen? Op. Ja, dat lees je altijd wel natuurlijk. Hè, dat, je moet, als je ergens mee zit, moet je gewoon wel... Was jij een open man toen je nog zo'n carrièreman was? Maar niet zoals nu, nee. Nee? Nee, zeker niet. Nee, want ben je echt veranderd? Ja, want kijk, de saleswereld gaat niet om zwakte. Het gaat om sterkte. Het gaat om, ik noem het een beetje swagger. Dat is eigenlijk een beetje positieve arrogantie moet je eigenlijk hebben. Je moet het echt wel uitstralen, ook naar je klanten toe en intern. Maar dat is dan hoe je naar buiten bent. Maar was je
van binnen ook zo? Nee, dat niet. Maar ik denk als mensen mij zien, de eerste indruk is wel van, oké, het is hard, het is zakelijk, het is gaan, het is ambitieus, noem maar op. Dus er was geen ruimte voor die zwakheid eigenlijk, als ik het zo maar deze kwetsbaarheid. Maar nu ervaar ik dat. Die was er niet en in één keer moest dat er zijn eigenlijk. Ik wilde dat ook, want ik had ook gelezen dat als je chronisch ziek bent, los van of het kanker is, ik geloof dat na 2 jaar 65% in een burn-out terechtkomt. Omdat ze dampers alles gaan verwerken. Ja, dan komt mijn controlfreak dan weer naar voren. Nou, dat ga ik dan maar voor zijn. Dus proactief maar een gesprek hebben. Proactief een Helen Dowling Instituut opgezocht. Een psycholoog opgezocht. En noem maar op. Dus op die manier ben ik daar wel mee omgegaan. Ja. Je zag het eigenlijk aankomen. Van als ik dit niet goed aanpak, dan wordt het straks nog erger. Ja, en het herstel duurde al zo lang. Eigenlijk heel rationeel, hè, zoals je het gedaan hebt. Ja, zeker. Ja, is het ook. Want ik denk, nou, ik heb al een fysiek herstel wat al hartstikke lang duurt. Nou, laat ik dan niet nog een keer wachten op mijn mentale gedeelte. Laat ik dat even simultaan gaan doen. En dan ga ik weer een beetje tijd besparen. Oké, dus je bent daarmee je kwetsbaarheid op gaan zoeken. Ja. En het erover praten. Ja. Is dat ook de reden geweest dat je uiteindelijk een boek hebt geschreven? Nou, ik had eigenlijk, omdat op die vraag om die partner terug te komen. Ik merkte dat mijn partner niet helemaal aankon dat ik elke dag al iets had. En elke dag had ik een pijntje. En elke dag had ik een ditje. En elke dag had ik een onzekerheid. Hij sprak je er ook veel over? Ja, daar sprak ik dus over. En op een bepaald moment hoorde ik van, ja, Ronald, ik heb ook niet alle antwoorden. Ik weet ook even niet meer. En toen heeft het ziekenhuis gebeld. En had ik een hele goede verpleegkundige, José, staat ook in het boek. En die ging me elke 2 weken bellen om me een beetje te motiveren. Een beetje, nou geen lichtpuntje, maar schemerpuntjes noem ik het dan. Daar maar hele kleine stapjes dat te gaan doen. Dus ja, en voor zo'n partner. Ik heb die stilte-retret gedaan. Maar dat is echt nog een gat in de markt, denk ik. Dat die ook eens een keer voor partners gaat komen. Want de vraagstukken die daarin staan, die ik heb, die heeft zij ook. Ja. Of je partner ook. Alleen, ja, ze hebben de pijn en de kanker niet. Maar de onzekere toekomst. Hoe ga je met je partner om? Hoe ga je met intimiteit om? Hoe ga je met je toekomst om? Hoe ga je met je werk om? Je hele leven om? Alle toekomst om? Het is een onderbelicht gedeelte. Ja, wat vind het ik wel. Partner ja. En die partner moet het maar even gaan aanhoren. En die hebben, ja, waar moeten zij het dan weer kwijt? Ja. Dus op een bepaald moment dacht ik van, ja, dan ga ik hem opschrijven. Oké, dus dat was de reden. En omdat zij ook feedback gaf van, joh, ik weet niet of ik aan moet wel. Ja. Maar ik ben nog even aan het zoeken van of dat dan precies hetzelfde is. Je zegt, ik was wat kwetsbaarder. Ik sprak wat meer over wat me bezighield. En zij gaf je feedback van, ja, eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik met al die opmerkingen aan moet over wat er allemaal speelt bij je. Maar is dat 1-op-1? Is het vertellen over wat je overkomt, lichamelijke kwaaltjes en zo, dat je dat steeds aan naar de uit. Is dat hetzelfde als de kwetsbaarheid van wat er met je gebeurt van binnen? Of zit daar toch nog iets tussen? Ik heb wel zoveel mogelijk over mijn onzekerheid gepraat. Onzekerheid over mijn lichaam, hè, natuurlijk ook, want er is een hoop gebeurd daarmee en ik was heel veel afgevallen. Maar ook onzekerheid als partner, want je machtsplan, zullen we maar noemen, de gelijkwaardigheid gaat een beetje weg. Want je hebt van man-vrouw ga je naar een mantelzorgen-patiënt eigenlijk. Je bent heel afhankelijk van iemand. Maar zij moest je veel verzorgen? Ja, ik kon helemaal niks. Ik kon niet eens lopen, ik kon niet staan. Mijn buikspieren waren doorgesneden, ik kon niet eens omhoog komen. En ik was afgevallen, ik kon niet eens een aspirintje uit een verpakking drukken. Zo was hij dat bezig met jou eigenlijk? Ja, continu, elke dag. Zeker de eerste paar maanden. Ja, ja absoluut. Dus je afhankelijkheid is gigantisch. Dus dat maakt je nog onzekerder. En er kwam een schuldgevoel bij kijken natuurlijk ook nog eens een keer. Want ja, ik kon daar niet zijn. Ik kon er voor mijn zoon niet zijn. Ik kon er voor mijn zussen en mijn vrienden niet zijn. Ik kon er voor mijn partner niet zijn. Dus dat knaagt, continu knaagt het aan je onzekerheid. Dus dat eigenlijk een situatie wat heel erg onwenselijk was. Ja, hè? Was ik totaal gewend. En ook 180 graden anders dan wat je altijd gewend was. Ja, vol in de controle. Toekomst bepalen. 130% erin gaan in plaats van 100. Ik kon niet 100% geven. Ik kon mijn doelen niet definiëren. Ik kon geen plan maken. Ik moest echt leren om met ja, maar ik zit dan inderdaad te zoeken. Als dit is wat het voor je was. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Als je van zo ver komt. Als je van carrière gaat naar kanker. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om daarmee om te gaan? Met alles wat nu opeens van je gevraagd werd. Wat totaal buiten jouw comfortzone lag. Ja. Ja, ik heb. Ik denk dat 2 dingen zijn. 1 is dat je. Moet een beetje overgeven aan het proces. Dus dit overkomt je. Ga niet te veel vechten met je specialisten en noem maar op. Maar blijf wel kritisch. Ik ging wel heel veel waarom vragen stellen. Kun je me uitleggen? Ik wil wel begrijpen. En soms kwam ik een beetje op andere antwoorden dan dat zij zelf over nagedacht hadden. Dus je moet wel een beetje challengen, zeg ik altijd. Dat zit ook weer vanuit mijn natuur wel weer erin. Ja. Maar geef je wel een beetje over aan het proces. En wat ik heel erg nodig was heel veel bevestiging. Wat ik ook niet gewend was. Dus kijk, je omgeving zegt wel van, Ronald, je doet je best, het gaat goed en wat knap allemaal van je. Maar dat kwam niet binnen bij mij. En wie moest de bevestiging geven dan?
Nou, uiteindelijk heb ik dus specialisten, psychologen, Helen Dowling Instituut, mensen die er verstand van hadden, zeg maar, die een referentiekader konden aanbieden aan mij van, joh, als je kijkt waar je staat, wat je doet de juiste dingen, heb geduld, wees lief voor jezelf. Ik had dat 100.000 keer nodig. En met name van... Bevestiging hoe je op dat moment ermee omging en dat het oké was. Ja, en dat ik de juiste dingen aan het doen was. Ja. Ja, ik had heel veel bevestiging nodig. En, met name en dat kende je niet zo van jezelf? Nee, het ging zo langzaam allemaal. En hoe lukt het jou om je meer dan over te geven? Want ik vraag erop door, omdat dit iets is wat ik straks al zei. Wat mannen over het algemeen zien we niet zo gewend zijn. Zeker niet als ze ziek worden. Om dat te doen, hè? Om zich over te geven, om het los te laten. Om er kwetsbaar in te durven zijn. Om in feite gewoon de bevestiging te vragen. Allemaal dingen die we van huis uit misschien niet helemaal gewend zijn. En dan vraagt het proces dat, hoe slaag je daar dan in? Nou, wat ik op een bepaald moment merkte, is dat als je heel open bent hoe je voelt en wat je denkt, en ook met je vrienden, met zussen, allemaal bespreekt, dan gaat er ook van de andere kant iets meer begrip ontstaan. En ik denk dat is eigenlijk ook wel, ja, ik denk ze wel aanraden, met name ook met je partner, maar ook met echt je naaste, vertel over hoe je voelt en wat je denkt en alles, want dan ontzettend meer begrip als je even een off day hebt, als het even niet lukt. Dan weet ze, het ligt aan dit, laat hem maar even 10 minuutjes en dan gaat het daarna alweer beter. En het moet niet je leven gaan beperken. Bijvoorbeeld, als je nu uit eten gaat en je moet heel veel naar het toilet steeds en dan zit ik aan 10 minuten. Ja, dat voelt niet fijn. Maar iedereen heeft daar begrip voor. Het is denk je eigen mindfuck dat je er zoveel met anderen bezig bent, terwijl iedereen in je omgeving zoveel begrip voor jouw situatie heeft en zoveel wil meeleven eigenlijk en iets voor jou wil doen. Alleen dat vinden we zelf heel moeilijk. Dus als je het eruit gooit, dan gaat het gewoon echt een kracht worden. En iedereen weet dat deze zei van wauw, ik heb niemand gehoord van, goh, heb je eigenlijk een zielig kereltje eigenlijk. Want iedereen zegt mij van wauw, ik wou dat ik het ook kon. En wat knap dat je het zo uitspreekt en wat knap dat je je kwetsbaarheid toont. En dat was nieuw voor je om dat zo te krijgen. Ja. Dus dan je speelt, nou ik wil niet dat je een rol speelt, maar ik deed het nooit. Ineens doe je het wel. En dan zie je dat het ook een kracht is eigenlijk. En dat het heel sterk is als je er wel voor durft uit te komen wat het allemaal met je doet. Want iedereen begrijpt echt wel dat er heel veel met je speelt. Heel veel met je doet, mentaal en fysiek. En dan moet je gewoon, als je dan eruit gooit, ja, dat heeft mij heel veel geholpen. Ja. Wat een mooie ontdekking. Het is zeker een mooie ontdekking, Dat je dat echt ontdekt op deze manier. Het is wel iets minder leuk natuurlijk dat het zo gaat. Maar aanleiding je hebt is minder, het wel, maar absoluut. Heb je wel ontdekt. Ik wilde even naar iets andere punt in je boek, want dat vind ik echt heel mooi. Op een gegeven moment kwam jij in een plek waar ze je een aantal vragen voorlegden. En die vond ik ook wel heel mooi hoe je dat opschrijft. Ja, een stilte-tret had ik gedaan. Ja, wat was dat voor een plek? Ja, het was echt tegen de Duitse grens in the middle of nowhere. Geen wifi's, telefoon, niks daten. Dus je was echt 4-5 dagen lang echt met jezelf. Kairos, hè, heet het. Ja, Kairos bij kanker. Ja. En dat was op aanraden van mijn psycholoog. En ja, ik denk, ja, waar moet ik dat doen? Waar moet ik daarheen? Maar ik denk, weet je wat, Ronald, laat het controle maar eens even lekker los en ondergaat maar eens gewoon. Gaat gewoon dus, doen. En ook daar waar trouwens, ik was met één, maar twee mannen eigenlijk. Ik heb iemand anders. Ook daar zag je weer dat mannen daar ook niet heen gaan. Rest my case. Ja, terwijl dat... Ben je blij dat je gegaan bent? Ja, gigantisch. Want daar is de helft van mijn angst is daar weggegaan. Omdat ik daar heb geleerd iets meer in het zijn, iets meer in het nu te gaan leven. Waardoor in één keer, boom, denk ik, oh wauw, het leven is nog mooi. Ik kan nog wel heel veel. Ik heb wel beperkingen, maar ik kan nog wel heel veel. Dus het heeft mijn proces een ontzettende boost gegeven. Ja, dat was ik op terug. Waar ik even in wilde gaan, was omdat ze daar ook echt rechtstreeks naar vroegen. We kregen twee vragen om over na te denken. Waar ben je bang voor? En dan schrijf je zo'n rijtje, een vroege dood, slechte kwaliteit van leven als gevolg van operaties, chemo's, complicaties, dat ik Jay niet op zie groeien als je zoon. Ja. Dat Esther een beperkt leven heeft door mij, dat was je partner. En Jay die geen vader meer heeft, dus allemaal angsten. En waar hoop je op? Dat de kanker stabiel is en dat ik een tijd geen pijn heb. Een lang leven, fysiek zo sterk mogelijk. Mijn Esther goed blijven, ik scherp kan blijven. Dus... En deze vond ik ook wel treffend, dat ik eerst maar eens even de 50 jaar haal. Ja. Dus angst en hoop. Ja. Maar wat betekent hoop voor jou? Want deze angsten zijn voor zichzelf sprekend. Ja. Maar wat betekent hoop voor jou? Ja, het is heel grappig, want als ik in de saleswereld zit, dan is het helemaal, hope is not a strategy, zeggen ze dan. Ja, nog een keer. Hope is not a strategy. Oh. Dus ja, laat je hoop hebben, maar we gaan het gewoon doen. Dus weet je, dat is weer gewoon heel hard. Maar wat ik heb een heel mooi boek gelezen van Edith Eger. Zij heeft De Keuze, dat heeft in een concentratiekamp gezeten. En zij beschrijft eigenlijk van waarom hebben mensen bijvoorbeeld wel en niet dat zo'n kamp overleeft. Dat is natuurlijk niet te vergelijken, het is bizar wat daar gebeurd is. Maar zij beschrijft eigenlijk van, ik hoopte elke dag dat het morgen vrede was.
Dus dat hielp haar de dag door. Dan ging ze naar bed. Morgen is het vrede. Ik heb hoop. Dat de vrede dat ik bevrijd ga worden. Dus die hoop heeft me heel veel kracht gegeven. Van, weet je, ook had ik een dag waar het niet goed ging. Ik heb mijn best gedaan. Even lief voor jezelf. Morgen is een nieuwe dag. En dan gaan we weer verder kijken. Dus die hoop heeft eigenlijk gezegd van... het hielp mij een beetje door moeilijke momenten heen. Ja. Om ze een klein stukje vooruit te kijken. En want je kan op dag niet altijd controleren met je lichaam, met pijntjes. En wat ik ook zei, ik heb zoveel pijn gehad dat mijn hoofd dan... Ik hoop een keer een dag komt dat ik even een keer geen pijn heb. Maar als je daar eigenlijk 2,5 jaar in zit, dat is bizar. Dus dat het dan is, hè? Ja, en die 50 jaar. Als je dat nu terugziet, wat denk je dan? Ja, dat raakt me toch wel weer, als je dat weer zo zegt. En die 50 jaar, en ik was 45, net geen 46, ik was 45 toen ik het kreeg, een diagnose. Ik ben nu 49, dus in november word ik 50. Ja, dan ga ik wel even goed vieren. En toen ik wel van, hey, wauw. Iets waar je vroeger op hoopte. Ja, en dan denk ik, hey, daar ben ik eigenlijk weer heel dichtbij nu. Dus dat was dus mijn eerste stapje weer een klein beetje aan die toekomst te gaan denken van, we gaan gewoon die 50 even halen. Dat gaf jou toen kracht? Ja, het gaf me heel veel kracht om die 50 te gaan halen, ja. Ja, ik snap het. Een belangrijk element had. Ja. Ja. Ja, heel mooi en krachtig en goed beschreven. Dus nogmaals, ik zou zeggen voor mensen, als je zoiets van dichtbij wil ervaren wat dat voor een man in dit geval, natuurlijk ben je niet alle mannen, maar jij bent een man, zoals ik al zei, die dat dus wel openlijk allemaal heeft laten zien. Ja. Dan is dat heel waardevol om naar te kijken, omdat het zo'n goed inzicht geeft. Ja, klopt. En voor andere mannen, ik heb wel mannen gesproken al, die zeggen ook van... ik heb één heel mooi voorbeeld. Dus dat boek lazen? Ja, dat is het boek lazen. En ik heb één mail van een man gehad. En die zei van, die was heel gesloten. En dat hoor je heel vaak natuurlijk. En die zei, zelfs met mijn eigen vrouw kan niet over gepraat. Wat hij gedaan heeft, het boek gelezen. Hij heeft in het geel gearceerd, waar hij zichzelf in mij herkende. En al die arcering heeft hij gewoon gepakt, gedaan. Heeft hij het boek aan zijn vrouw gegeven. En hij zei van, dit is het boek van Ronald. Mijn geel is wat ik eigenlijk ben. En zijn vrouw die heeft dingen van hem gelezen wat hij nooit... verteld had, waardoor ze hele andere communicatie en relatie met elkaar hebben gekregen. Bijzonder, en, heel bijzonder. En wat hij zelf ook zei, en dat vond ik zelf ook een beetje moeilijk, dat je soms wel iets voelt in je buik of zo, maar je kan het moeilijk beschrijven wat je emotie is eigenlijk. En omdat je niet kan beschrijven, ga je het ook niet over praten. En soms, en dat had ik ook toen mijn ouders overleefden, ik had soms de perfecte zin in mijn hoofd, maar ik kreeg mijn strot gewoon niet uit. Als me iemand wilde zeggen, dan blokkeerde dat of zo. Dus heeft dat schrijven mij heel erg geholpen. Als ik op die manier andere mensen mee kan helpen. Van één, wat geeft je woorden, hè? Je geeft woorden aan anderen, ook aan jezelf. Ja. Je geeft woorden om iets wat moeilijk is te beschrijven, om dan toch dat te uiten. Ja, en ik kon het makkelijker schrijven dan het zeggen ook. Ja, ja. Ja, ja. Dus als je op die manier anderen kan helpen, dat is natuurlijk fantastisch. Nou, dat gebeurt blijkbaar dus. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Ik wilde tot slot nog wel even iets heel moois belichten. En ik was ook wel heel nieuwsgierig daarnaar. Dat staat vrij laat in het boek. Kijken, even zien waar het precies is. Ik denk 277, waarin je beschrijft wat andere mensen over jou zeggen. Voor en na. Dus je hebt eigenlijk een soort feedbackronde gedaan. Ja. En hoe zie je mij? Hoe zag je mij? Ja. Hoe ervaar je mij? En wat heb je geleerd van mij? Ja, en wat heb je geleerd van mij? Dus heel bijzonder om eigenlijk een soort, wat we dan in het bedrijfsleven altijd noemen, een 360 graden feedback uit je eigen omgeving. Ja. Over jou, maar in relatie tot je veranderingsproces eigenlijk. Ja. Kun je iets vertellen over hoe je ertoe kwam om dit zo te doen? Omdat ik... ik praat zoveel over mijzelf eigenlijk. Ik dacht van, maar het heeft een hele impact op je omgeving ook. Ja. Dus als ik hun nou eens een keer laat meeschrijven in het boek van... maar hoe heb jij mij nou ervaren? En hoe was ik in het proces en hoe was ik daarna? Ja. En wat is een les die jij van mij geleerd hebt eigenlijk? Want ik heb ook meegemaakt natuurlijk en ook een hoop levenslessen. En ik heb mijn leven anders ingedeeld nu. Maar ben ik ook waardevol in dat stukje voor jou geweest, in mensen om mij heen? En dat wil ik gewoon weten, ook hoe zij mij zagen. En ik denk dat het boek daardoor wat leuker is geworden ook. Ja, het is heel mooi om te lezen. Ja. Omdat al die mensen hoe jou ze ervaren hebben. Want het gaat eigenlijk bijna nooit over de naaste. En zeker niet als het ietsje verder dan de directe partner is. Maar nu wel. We krijgen echt een heel inzicht in jouw sociale omgeving. Ja, en ik heb bij een van mijn verpleegkundige specialisten ook een stuk laten schrijven. Dat is ook wel heel leuk. Die heeft toen een kusje. Dat is belangrijk voor je ook, hè? Dat is een hele belangrijke persoon geweest. Ja, ja, er waren twee eigenlijk. Een verpleegkundige specialist en een oncologisch verpleegkundige. En die vulde ik er heel goed aan. De een was wat meer feitelijk en hielp me mee. En anders voor het mentale vlak eigenlijk. Ja. En bij elkaar heeft het wel geholpen. En
Als je zo van het ziekenhuis zit met zoveel disciplines te maken hebt, is het heel fijn dat je één aanspreekpunt hebt, ja, die gewoon alles ook voor jou regelt. Ja. Die snel op e-mails reageert. Ik kon zelfs WhatsApp ook een bepaald moment. Dat was natuurlijk helemaal ideaal heel voor mij. Heel contact. Snel en kort. Ja. En ja, dan voel je minder een nummer eigenlijk. Oh, ja. En dat vond ik heel belangrijk. Dus het was veel persoonlijker. Ja. En ze gaan je ook leren kennen. Want als ik met hen ook contact zocht en zei, ja, ze is er niet, maar ze is er overmorgen weer. Zeg, nou, dan wacht ik altijd overmorgen. Ja. Want ja, ik had zo'n dossier opgebouwd. Ik had geen zin om alles te moeten uitleggen. En dat ja, die persoon weer intendingen moest uitzoeken. Dat duurde allemaal veel te lang. Dus ik was blij dat ik gewoon die twee mensen had in het proces. Dat is goed terug te lezen. Ja, absoluut. Heel erg mooi. Van carrière naar kanker. Ik zou tot slot eigenlijk jullie vragen, waarom lijkt het jou een goed idee dat mensen dit boek lezen? En met name mannen. Omdat je echt gaat leren wat kwetsbaarheid met je doet. En ook dat je weet wat de emoties en dat je niet alleen bent. Dat het heel normaal is. Dat geeft echt een validatie. Wat ik ook heb gemerkt, dat mensen zeggen van, hey, ik zit eigenlijk 9 maanden in mijn proces. Ik moet mijn leven weer opbouwen. Hoe doe ik dat? En ik moet nu. Dat geeft heel veel druk. En dan zeg je, ja, maar ik ben 2,5 jaar mee bezig geweest. Dus het geeft een beetje rust voor heel veel mensen. Ja. En ik heb het boek ook geschreven voor partners en naasten. Dat die een inzicht krijgen. Het kan ook je vader zijn, hè, dat zeg maar, of je partner, of je weet ik veel, iemand in je omgeving. Van, wat gebeurt er nou mentaal met zo'n persoon eigenlijk? En het mooiste wat ik eigenlijk geleerd heb is dat ik ben van na 10 uur werken naar 8 uur per week gaan werken. Ik heb veel meer tijd. Ik leef veel meer het moment. En ja, ik heb een beetje mijn motto. Ik noem het de dolce far niente. Dat is een mooie Italiaanse uitspraak. Het is een beetje de kunst van het niks doen. Maar dan het zonder schuldig te gaan voelen. Want ik kom met ondernemersgezin, hard werken, carrière. Dus ineens doe je niks en krijg je geld van het UWV. Ja, dat botste mij. Dat vond ik helemaal niks. Dat snap ik. Nu kan ik gewoon eens genieten van het niets doen. Omdat ik heb al 20 jaar hard gewerkt. Ik heb 2,5, 3 jaar in een... Nou, niet hele leuke periode gezeten. Heeft een proces gezeten. Dus je mag jezelf ook een keer wat gunnen eigenlijk. Dus dat je even een keer niets gaat doen. En met je naaste wat leuke dingen gaat doen. Omdat je wat rustiger bent ook. Ja, weet je. Dat is gewoon een mooi proces. En dat proces hoe ik dat doe eigenlijk. Het is een rouwproces. Het is een transformatieproces. Het is een acceptatieproces. Ja. Hoe ik dat doe en waar ik ook continu mee worstel. Want die zie ik in het boek. Sommige vraagstukken die blijven 2 jaar gewoon terugkomen. Dus dan lees je ook van oké, ik ben niet alleen. Het duurt gewoon allemaal heel erg lang. Ja. Maar het is wel... Dat is wel hoop en is wel een punt. En dan vind ik het nog snel hoor, 2,5 jaar. Ja, daarom zeg ik, denk die 3.0 die gaat ook nog wel een beetje komen. Ja, dus, ik ben heel eens, maar je bent wel de man van tempo. Maar je bent eigenlijk heftig stilgelegd eigenlijk door het leven. Ja. En je hebt een enorme ontwikkeling door meegemaakt in jezelf. Ja. En dat heb je wereldkundig gemaakt met een, vind ik, prachtig openhartig boek. Ja. Dus heel fijn dat je daar de tijd voor hebt genomen destijds om dit allemaal op te schrijven en vandaag erover te vertellen. Alle informatie over het boek zal ik onderaan deze video zetten. Dus mensen die het willen lezen, die kunnen het allemaal vinden. Hartelijk dank voor je komst. Dankjewel.